Trainer Jan Keulemans sprak zijn troepen toe bij de aanvang van het nieuwe seizoen. Voor enkele nieuwelingen was het de eerste kennismaking met het voetbalicoon. De trainer zelf moet ook nog even wennen aan de vele nieuwe gezichten. Ik denk dat er een zeker respect is aan beide kanten. Ik denk dat het een goede basis is voor te samenwerken. Dus ik moet nu ook een klein beetje afwachten met die nieuwelingen, waar er een stuk of acht nieuwe zijn. Dus we moeten elkaar ook beter leren kennen. Vandaar ging het richting het stadion van Mariaburg in Braschaat, waar Capelle gebruik mag maken tot hun eigen oefenvelden klaar zijn. De spelers zelf zijn er in ieder geval klaar voor. Het is vooral een nieuwe reeks waarin je komt met veel Waalse tegenstanders. We kennen de reeks niet echt, een paar ploegen kennen we wel, zoals Berchem, die kennen we in Turnhout. Maar voor de rest zijn ze ons onbekend, dus we zullen zien wat brengt. En dit jaar kampioen spelen? We zullen zien. Het belangrijkste nieuws van de dag viel echter naast de groene rechthoek te noteren. Middenvelder Christophe Inschoot, vorig seizoen nog goed voor 6 goals, besloot om te stoppen met voetballen. De combinatie werk-voetbal bleek onhaalbaar te zijn. Toch liggen de ambities van de Cage hoog. Ik denk dat we langs de andere kant ons redelijk goed hebben versterkt. Op papier dan toch. Wedstrijden zullen het bewijs moeten leveren. Aan de andere kant, ik zie er naar uit. Ik heb ambitie en ik zou zo hoog mogelijk willen eindigen. In het weekend van 14 juli volgt voor de spelers en staf nog een stage in Knokke. En op dinsdag 16 juli staat de traditionele derby tegen Antwerpen op het programma.